mij de eer om te zeggen waar is de pijn. En dat is best een lastige om op een gegeven moment te doen. En ik heb ervoor gekozen om u in een, eigenlijk voor het proberen om u in een sneltreinvaart door allerlei aspecten mee te nemen die voor omwonenden die geconfronteerd worden, ofwel ze wonen rond windturbines of er komen windturbines in de buurt. Ja, ik ga u proberen te meenemen in de chaos van hun hoofd. En dat is op zichzelf best lastig om dat te doen. Ja. En terwijl ik u ook nog informatie wil geven. Maar uiteindelijk komt het erop uit, en dat hebben u eigenlijk al een beetje begrepen wat er tot nu toe gebeurd is, is dat we een gebrek aan kennis hebben en in ieder geval een gebrek aan gemeenschappelijke kennis. Ja, want dat merken we ook al aan de presentaties en de reacties op de presentaties. Na deze presentatie zult u blijken dat het nog heel erg is bij omwonenden. En dat probeer ik u duidelijk te maken. Dit plaatje is misschien wel metaforisch. We hebben hem misschien wel vaker gezien. En dan zeggen ze wel, ja, dat geeft turbulentie in de lucht. Nou, ik vertaal het, dit is de turbulentie die het geeft bij omwonenden. Ja? En wat zorgt het ervoor dat de andere omwonenden ook niks meer zien? Ja, want die turbulentie is dusdanig groot dat ze allemaal vertroebeld worden in onze beeldvorming. Ja, en dat is ontgene wat gebeurt en dat is ook wel de basis van onze NOVOW. Ja? Maar ik ga er heel even snel mee om doorheen. Deze statement die hoef ik niet eindelijk te maken, die is algemeen bekend. Onderzoeken zijn er gedaan, 80% in Nederland is voor windenergie, hartstikke mooi, het is duurzaam, dus dat moeten we doen. Ja. Maar ja, op het moment dat we komen waar er windturbines komen in een gebied, ja, of gepland zijn of al staan, dan durf ik de stelling wel aan dat 80% tegen is. Ja. En waarom is 80% al tegen? Ja. Dat wil je eigenlijk helemaal niet, het is duurzame energie, hartstikke mooi. Nou, daar gaat het dus over. Ja. Waar zit dus die pijn? En die wil ik even in twee stukken uit elkaar trekken. Aan de ene kant hebben we fysiek stuk en aan de andere kant hebben we mentaal stuk. Want aan de ene kant kunnen we daadwerkelijk zeggen van, nou, hier zit iets, hier moeten we wat aan doen met z'n allen. En aan de andere kant zijn de dingen die spelen in de mensen in het hoofd, die ervoor zorgen dat we elkaar niet meer geloven, dat we het niet meer vertrouwen, dat we denken van, ja, wat zal allemaal zo. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Iets hard geknipt. We gingen eerst naar de fysieke kant toe, dus naar de concrete zaken. Concrete zaken zijn de vijf elementen die je hoort bij de commentaar over windenergie. Ja? Geluid, gezondheid, economisch, slagschaduw en landschap. Ja? Ik loop ze even door. Ja? Maar als eerste ga ik even naar deze mensen toe. Albert haalde het net al aan het begin eventjes aan. Het is al eerder aangehaald over geluid. Dit zijn drie probleemgevallen in Nederland. Ja? Daar wil ik toch wel even een lans voor breken. Ja? Dit is Ina Vonk. In Noord-Holland, Beta, van Beta en Wetters, ja, en nu ben ik de naam toch kwijt, Henno. Mevrouw Sein. Huh? Tieneke Sein. Tieneke, ook in Noord-Holland, ja. Dit zijn mensen, dit zijn schrijnende gevallen, ja. En als we met deze schrijnende gevallen aan de gang gaan om te kijken hoe het gaat met de regelgeving, dan hebben we een probleem, ja. Want ik durf eigenlijk wel aan dat het hier niet de regels zijn, maar de handhaving van de regels is, ja. En wat Albert ook al zei, dit moet opgelost worden. Zolang je dit niet met elkaar oplost en je dit soort situaties laat bestaan in Nederland, ja, dan zal je nooit draagvlak voor windenergie krijgen. Ja, want hier is schijnbaar geen ruimte voor de menselijke maat. Ja, en die moeten we toch wel in de gaten houden, die menselijke maat. Ja, we kunnen met z'n allen heel goed bezig zijn, maar de menselijke maat is essentieel voor onze samenleving. Ja, gaan we even geluid. Ik heb er net al een presentatie over gehad, 47 LDM, hartstikke grote discussie. Ja? Ik kwam hier al tevoorschijn, nou werkelijk, daar kunnen we een hele middag aan gaan wijken samen, voordat we daar met elkaar eens zijn. Maar over het algemeen wordt die ervaren als onrechtvaardig en veel te hoog. Ja? Laatste punt geluid, we doen er te weinig aan. We hebben een presentatie van Marianne hier gehad, hartstikke goed. Ja? Moet dan maar een start zijn om een goede discussie over laagfrequent geluid te gaan houden. Om met elkaar te definiëren waar zitten de problemen met laagfrequent geluid. Wat er speelt. En er is altijd een handhavingsprobleem. Even naar die 47 LDN toe. Ja. Ja, ik kan wel zeggen, hij past met de omgevende landen. Ja, als ik kijk op een gegeven moment hoe die ooit tot stand is gekomen en ik kijk naar het advies van het RIVM, dan kan ik er niet onderuit dat iedereen denkt van ja, het is alleen maar tot stand gekomen om de maximum ruimte te creëren in Nederland. We hebben daarmee niet het gevoel gehad dat we daarmee beschermd worden, als omwonenden. Ja? En dat is iets heel anders. Ja? Achtergrondgeluid. Ja. Hier haal ik het al aan. Ja, als ik in een gebied woon waar we s'nachts minder dan 30 dBA geluid hebben, en u staat al s'nachts 41 dBA toe, ja?
EVA, meting, goed, beter, discussie. Maar ik heb wel 16-voudig van het geluid straks door mijn slaapkamer aankomen. Ja? Ik heb 12 dBA erbij. Dat is 16-voudig. Ja? En het grote probleem is, en daar mogen we dan ook diezelfde dag weer aandacht aan besteden, hoe handhaven we dat? Hoe controleren we het? Ja? Heel lastig. Gaan we dan een heel jaar meten? Ja? De gezondheid is eigenlijk een afgeleide ervan. Want slaapstoornis, laagfrequent geluid, allemaal weer geluid, komen weer bij geluid. En de gevolgen voor de gezondheid, wat mensen gewoon aanspreekt. Die geluid, wat doet dat met mij? Ja? Als ik niet kan slapen. Maar er komt één ding bij, dat is beweging. En dan kom je op de situatie dat je zegt van, ja, als je nou mensen helemaal inbouwt met windturbines, is er dan nog wel rust? Ja? Mag je mensen inbouwen? Ja? Eigenlijk zeggen we, we hebben zoiets als een nationale gezondheidsraad in Nederland. En ik heb de moeite genomen om deze presentatie maar om eens op de site te zijn. En daar zeg maar windturbines, windenergie, niets. Nog, niks. Maar gelukkig hebben we onze Belgische zuidenburen nog. Die hebben ook een gezondheidsraad. En die hebben op 2 september wel een uitspraak gedaan. De hoeveelheid regels neergezet. U gaat deze niet doornemen. De presentatie die stuur ik allemaal op. Dan kunt u al die regeltjes van de Belgische Gezondheidsraad doen. Maar ik wil er één uithalen. En de ene die ik eruit wil halen is dat België vindt dat ze initiatief moeten nemen op een onderzoek voor gezondheid. Ik steek de vlag uit voor België. Ja. Maar aan de andere kant, ja, of we moeten zeggen waar een klein land groot in kan zijn, of alle soort. Maar laten we het proberen in ieder geval mee te doen. Ja. Want het is een probleem. Het wordt in ieder geval ervaren als een probleem voor de mensen. Dat op zijn minst. En of dat echt een probleem is, dan kan je alleen maar achteraf zeggen als je geconstateerd hebt of dat het nou geen probleem is. En dan zou je onderzoek voor moeten doen. Ja. Economisch stond op de derde plek, tuurlijk, de schade voor de mensen lokaal voor hun eigen woonomgeving. Ja. Wat kost het hun? Wat krijgen ze voor terug? Ja? Maar hier kom ik later ook nog op terug. Wat kost het en waarvoor doe ik het? Want dat is de andere vraag. Niet wat krijg ik voor terug, maar waarvoor doe ik het? Ja? Alleen het goede gevoel van ik ben met duurzame energie in Nederland bezig, ja, is onvoldoende, ja, om 40.000 euro op mijn huis af te schrijven. Dat is veel te veel geld voor mijn huis. Voor het goede gevoel. Ja? Want dan denk ik van, nou, betaal dan maar mee met z'n. En dan komen we automatisch bij WOZ de planschade. En wat blijkt, we hebben één grote chaos in Nederland. We hebben geen regeltjes. Ja. En als je de jurisprudentie na gaat zitten kijken, dan komen we op allerlei vreemde dingen uit. Ja? Maar het zorgt wel voor onzekerheid van de mensen. Ja? Slagschaduw. Ja, lastig. Maar een van de grote problemen is daar toch wel de handhaving. Want eigenlijk is er wel een redelijke regeling waar we ze allemaal nog over kunnen discussiëren. Maar vervolgens horen we dan weer, ja, er klimt iemand met een laddertje omhoog en plakt die sensor af, waardoor het blijkt dat er geen zon is die dag. U heeft veel ver gezocht. Nou ja, ik heb ook gezegd, ik zou u meenemen in het hoofd van de omwonenden. Ja? Zeg maar, hoe dat gebeurt. Dat zijn wel de verhalen die op ons afkomen. Ja? Landschap. Ik ben vergeten te zeggen bij die opzomming dat de volgorde voor sommige mensen andersom zal zijn. Sommige mensen zouden het landschap veel en veel belangrijker vinden dan zelfs hun eigen woon- en leefomgeving. Ja? Maar het is mijn gevoel wat de doorsnee is van de omwonenden. Ja? En landschap hoort er wel bij, maar de belangrijkste vraag bij landschap is wel, waarom hier? Legt u mij eens uit waarom u het bij mij doet en niet bij een ander. Ja? Maar als u goede redenen hebt, oké. Ja? Maar die goede redenen komen eigenlijk nooit op tafel. Aantasten van het landschap en wat ik wel vind, ja, weet je, we hebben een plek uitgevonden. En dan kun je zeggen van nou, het is een goede afweging geweest van de omgeving. En ja, met mijn boerenverstand, sorry, met een boer, maar met mijn verstand zou ik zeggen van, nou, er kunnen inderdaad misschien wel wat windturbientjes staan. Nou, 7, 8. En dan gaan we een procedure in en dan gaan we er 20 neerzetten. Ja? En daar waar we zorgvuldig gebouwd was aan een proces, waar de mensen misschien wel mee zouden worden genomen, ergens in. Ja? Nou, op het moment dat die plaatje van 20 naar buiten toe komt, dan is het gelijk over. Helemaal. En dan krijg je ook die 7 niet meer gerealiseerd. Ja, want dan gaat de hak in het zand en dan gaat iedereen in de antimode. Ja?
belangrijke voor mij is het gevoel. Daar is eigenlijk belangrijk, ook heel erg belangrijk voor waarom wij hier zijn. Het gevoel van de mensen. Het gevoel, ja. Ik heb ooit eens een keer in ODE Winddeals een stukje mogen zeggen over missies, waar gaat het mis in het proces. In de tussentijd heb ik er 4 bij bedacht voor vandaag. Ook deze laat ik aan u om thuis te lezen. Ja? Maar moet je alles vertellen hier. Ik heb niks meer te doen. Dit loopt erg vol, hè? Ik heb het een beetje geprobeerd neer te zetten als een omwonende. Die moet proberen in dit soort weerwaag te snappen wat hier gebeurt. We hebben ooit Kyoto, daar hebben we met z'n allen lekker aan zitten lezen. En uiteindelijk hebben we een landsbelang wat aan de markt wordt overgelaten. Ja? En een stuk ertussen, dat hadden we ook moeten snappen. We hadden ook moeten snappen dat we bij de energiewet al een zienswijze hadden moeten indienen om te voorkomen dat er een windturbine bij ons in de buurt was gekomen. Want ja, alleen daar hadden we namelijk de rijkscoördinatieregeling tegen kunnen houden. Namelijk de definitie van landsbelang voor grootschalige windenergie. Denkt u nou echt dat in 98, toen die energiewet er was, er ook maar één omwonende was die dacht van, god, dan moet ik eens een zienswijze over indienen. En vervolgens zitten we dan hier als landsbelang. En dan zeggen we zo van, ja, maar het is een democratisch proces. U had zienswijze in mogen dienen. Ja? Natuurlijk, het is bestuursrechtelijk helemaal goed gegaan. Ja? We hebben netjes alle stappen doorlopen. Ja? Om ergens te komen. Ja? En uiteindelijk kunnen we zeggen, het is een democratisch proces geweest. Ja? Maar de bewoner bent u al lang ergens kwijtgeraakt. Ja? En die voelt zich echt niet gekend. Daarnaast, wat daarnaast is gebeurd met de bestuurlijke procedure, is dat er een soort image building is gedaan voor duurzame energie. Dat wil ik niet zeggen dat duurzame energie verkeerd is. Ja? Maar als we dit kijken, we gaan eerst over opwarming, CO2, Al Gore, dat soort verhalen allemaal. Tekort aan fossiele brandstoffen, dus we moeten duurzaam doen en er wordt windenergie bij. En vervolgens werd de opwarming, ja god, dat is nog maar 16 jaar, de laatste 16 jaar is het niet meer opgewarmd. Dus ja, wat moeten we daar dan mee? Ja, fossiele brandstoffen, daar kunnen we nog 200-300 jaar mee door. Dus eigenlijk is dat ook gerekend. Ja, maar we willen toch niet afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en Rusland. Ja, de argumentatie veranderen. Ja? Niks mis mee als het goede argumentatie is. Ja? Maar het is wel beeldvorming. En geen kennis. Ja? En die beeldvorming, die moet dus zorgen voor de rechtvaardiging, schijnbaar. Kijk, want die beeldvorming, die hebben dit soort plaatjes op. Ik kon hier naar laten om deze er nog even in te stoppen. Ik heb een heel veel van dit soort, maar ik heb er nog eentje meegenomen voor. Ja. De mensen in dit huis zullen wellicht wel voor duurzame en windenergie zijn. Ja, het is er mis mee. Klein molentje, molentje staat nog voor de bomen, tussen de bomen en het huis in, kleiner dan de boom. Toch? Ja. Staat het toch? Want de schaduw van het huis komt bijna tot aan de boom. Tot aan de turbine. Dat plaatje op de nieuwe. Ja. Wellicht zijn ze voor. Maar deze mensen, die in hetzelfde huis wonen en naar zijn werkelijke wonen, die zijn beslist niet voor windenergie. Ja, nou, dit is op schaal. Voor je idee, deze molen is 100 meter hoog. Ja. Dus dit is die omwonende waarvoor wij als NLVLW opkomen. Ja? Die dus ja, overvallen wordt. Ja, want die had voor die tijd nog dit gevoel van windenergie. Ja? Tot het moment dat dit park bij hem in de buurt kwam en hij zich ging verdiepen in wat er bij hem in de buurt zou komen. En toen kreeg hij dit. Voor het netvlies. Nee, dat zei ik net al. Kijk, we hebben het landsbelang en uiteindelijk IPO-afspraken, maar uiteindelijk moet de markt het realiseren. En we hebben de rechtvaardiging daarvan hebben we dus uit beeldvorming gedaan en niet uit kennis. Ja? En wat is het gevoel wat de markt doet? Ik zei wel, ik neem u mee in de hoogte van de bewoners, hè. Maar het gaat voor het maximum rendement. Het maximum van rendement gaat naar de grenzen van het wettelijk kader. De grenzen van het wettelijk kader, maximale ruimte voor realisatie, geeft een minimale bewonersbescherming. Ja, want we gaan de grens opzoeken. Ja? En de belangenafweging wordt op die manier bij de markt neergelegd. In plaats van bij onze volksvertegenwoordigers. Die we kunnen afrekenen uiteindelijk op hun keuzes. Maar de markt kunnen we nooit afrekenen. Ah, nog zo'n sheet. Voor een deel voor thuis op de lezer weer. Nummer 23. Ja. Ja.
ik heb er wel wat eentje uithalen hoor. Kijk, met participatie, maar dan moeten we eerst compensatie. En compensatie kan je pas over praten op het moment dat er acceptatie is. Ja? Want anders kom je er niet. Maar de vraag is, wanneer wordt de bewoner erin betrokken? In het hele traject. Want al deze vragen moeten we met de bewoner doornemen. Ja? Ik kan ze hier wel opschrijven. Ja? En u kan mij nu antwoord geven. Hoe komt het bij de bewoner? En hoe overtuigt u de bewoner van uw eerlijke bedoeling? Ja? Dat noodzakelijk. Want we doen wel zeehondjes uitrusten met meetapparatuur om te meten hoe het geluid is voor het geval dat we een storende factor in de Waddenzee hebben. Wanneer krijgen wij als mensen het in de buurt van de windturbines om diezelfde meting uit te voeren? Want dit onderzoek wordt niet gedaan. Het verzoek om een onderzoek te doen, bijvoorbeeld door het RIVM op laagfrequent geluid, ja, daar moet eerst een opdracht van de Kamer voor komen. Ja? Want dat gaan we niet zo mooi opstarten. Ja? Maar voor de zeehondjes starten we het wel op. In de Waddenzee. Ik ben bewoner en ik krijg geen onderzoek bij mij in de buurt voor dit. Ja? Terwijl de zeehondjes het wel krijgen. Oh ja, nou, die kent u ook. Ja? Kost 17 miljard. Infrastructuur aanpassen kost 70 miljard. Dus bij elkaar zijn we nu 90 miljard in de komende 10 jaar kwijt. Als bewoner. Ja? We moeten 9 miljard per jaar investeren in duurzame energie, windenergie. Ja? En we moeten ook nog 6 miljard besparen volgens de overheid. We besparen ook op de gezondheidszorg. We besparen op de gezondheidszorg omdat we 9 miljard aan windenergie willen uitgeven. Ja? Dat soort bruggetjes worden gemaakt, hè? Ik zei, je kunt meenemen in de hoofden van de chaos, van de medewerkers, van omwonenden. Oh ja. Ja, dat was ook zo mooi. Hier staat niet zo van, we hebben genoeg kennis op te bouwen om te doen wat we nu doen. Ah, die stond er ook nog, de vieze man van Europa waren wij. Dat we net weer terug, we hebben het ook al zien, hadden waren. Ja? En dan moet u kijken hoe vervelend het wordt voor de omwonenden, want die ziet dit en we denken, we zijn een vieze man. En dan hebben we hier een nieuwe prof, die volgend jaar begint aan de Energy Academy in Groningen. En die zegt van, wat een onzin waarmee we bezig zijn, we moeten absoluut stoppen ermee. En dan denkt die omwonende, ja, maar dat doen we niet en ik krijg ze. Dus ik geef mijn wonen leefomgeving op voor iets waarvan de nieuwe prof van de Energy Academy zegt dat we met een onzin bezig zijn. Hoeveel acceptatie verwacht u dan nog van de bewoners? Oh ja. Als we heel goed ons best doen, gaan we in 2050 3 weken de opwarming van de aarde verdragen. Applaus. Oké. Ik zeg niet dat deze man gelijk heeft, hè? Ik zeg ook niet dat een van de sprekers van voor gelijk heeft, die hier op het podium is gestaan. Ik heb ook niet gelijk. Ja? Maar het staat wel in de krant. Ja? En het wordt wel in perspectief geplaatst. Ja? Oh ja. Want diezelfde man zei, dat komt omdat, ik was bijna vergeten, die beste prof van de Energie Academie had gezegd zo van, ja, maar dat komt omdat we de CO2-emissierechten niet goed toepassen. Ja, veel te goedkoop geworden, daarvoor werkt het systeem niet. En vervolgens staat er vandaag in de krant een stukje die zegt zo van, ja, die emissierechten, alles wat ze besparen aan CO2-uitstoot, dat verhandelen die elektriciteitsmaatschappijen en krijgen ze geld voor. Dus de ene zegt van, we moeten het verhogen, en dan vervolgens denk ik dat dit stukje, oh ja, dan krijgen deze meer winst. Dus dan weer mee in de hoofden. We hadden het al gehad over de directeur, we zijn een druk Nederland. Het is net hoe je cijfers bekijkt. Ja? Duitsland was inderdaad 10 keer zo groot als Nederland. En als we naar het aantal inwoners kijken, is 5 keer. Dus het zal er inderdaad 2 keer zoveel. Wij hebben 2 keer zoveel inwoners per vierkante kilometer. Ja? Als je dan kijkt naar het vermogen, opgesteld vermogen per inwoner. Ja, dan doet Nederland het, ja, niet zo denderend goed. En als we de 6.000 en die 4.000 op zeker nog bij doen. Dan, nou ja, dan hebben we Duitsland bijna bijgehaald. Ja? Maar als we het per vierkante kilometer gaan bekijken, van landoppervlakte, dan is het best lastig. Dat geeft toch wel aan dat we redelijk moeten proppen in Nederland, om het voor elkaar te krijgen. Hartstikke moeten proppen. Ja? Want we hebben namelijk
Ja, we kijken altijd naar hoeveel wind en duurzame energie hebben ten opzichte van hoeveel het elektra wel verbruiken. Maar we zijn hartstikke dicht bevolkt. Dus we verbruiken relatief veel. Dus komen we altijd er slecht uit. En wat Wim Durkenburg ook zei, we hebben geen waterkrachtcentrale of wat dan ook. Dus we moeten alles doen van dit soort dingen. Als je vervolgens dit plaatje nog eens een keer, ik wil het nog iets erger maken. Ja, maar dat, ik wil het gezien. Ja, in relatie brengt met bevolkingsdichtheid. Dan krijg je dit soort plaatjes. Waarvan wij dus straks 3,5 keer zo goed doen als Duitsland. Ja? Dit geeft de druk op het landschap aan. Ik wil ook wel een keer uitleggen, maar we gaan nu niet verder. De vraag is, eigenlijk voor de bewoners, waarom in de woongebieden en waarom zo dichterop? Ja, want daar ligt de vraag eigenlijk. Is zee echt duurder als we alle kosten meenemen? Nou, ik zei het al straks, als je de prijs kijkt, dan zit er straks eigenlijk niet zo heel veel verschil meer tussen zee en land in. Ja? En dat prijsverschil wat er is, is dat het ons waard om onze gewone leefomgeving aan te tasten. Dat is de vraag die er ligt. Ja? En hoeveel mogen we dan aantasten van die gewone leefomgeving? Voor welk geld? Uiteindelijk koopt u kwaliteit van gewone leefomgeving af. We kopen dat af met de prijs van duurzame energie, omdat we duurzame energie duurder op zee vinden dan op land. Ja? Deze heb ik al geroepen, we hebben ruimte gecreëerd. Dus, maar waarom moeten we zoveel ruimte maken? Waarom gaan we niet eerst het daar neerzetten waar het minste pijn kan? Dus stel de normen gewoon wat scherper. Als je toch je vermogen kwijt kan op land, waarom dan een scherpe norm? Ja? Waarom moet je de normen gelijk zo ruim maken dat je nog naar de toekomst toe nog 6 keer zoveel op land kwijt kan? Waar is de maatschappelijke kostenbaatanalyse? Waarom niet eerst gekeken met voldoende afstand tot belang, net al gezegd, ja, natuurgebieden gaan stuiteren van hoeveelheid mensen. Maar is mijn woonomgeving een natuurgebied dan? Nou, ik ben geen dier meer gelijk, schijnbaar. Ik ben gewoon een mens en het wordt niet meer goed op natuurgebied, want ik val ook niet onder de milieueffectrapportage, dat is waar. Dat moeten we menseneffectrapportage doen. Dus wij hebben, dus, en natuurlijk weet ik dat zoiets discutabel is om dat neerzetten. Maar militaire oefendrijden vraag ik me serieus vanaf wat daar het probleem is. We hebben dus verschrikkelijk veel in Nederland, maar we hebben er nog wel een paar plekken liggen waar geen hond woont. Ja, en van mij kan mogen ze met tanks die we bijna niet meer hebben, de beste zichtzag het omheen gaan. Ja? En dan krijgen we natuurlijk een discussie over radar. Ja? Maar die hadden we eerst ook buiten het militaire oefendrijden en die hebben we softermatig opgelost. En we hebben toch steeds minder vliegtuigen, dus los de kaarten zelf op. En Mission Impossible 3 is een leuke film, daar kan je met een helikopter tussen de windmolens doorheen. Even afronden. Ik had er ook een paar stipjes op gezet. De rest van de discussie is voor het panel. Geluidsnormering is de grootste kijk die er op het ogenblik is. Die durf ik wel aan. Ja? Waarbij de handhaving, het gevoel dat die gehandhaafd kan worden, voor de omwoner hartstikke belangrijk is. Ja? En nu heb ik het gevoel dat het niet gaat aangevallen. Er is absoluut een gebrek aan kennis. Ik zou een lans willen breken voor een kennisinstituut die onafhankelijk is. We zijn signalen, er zijn mensen bezig om met elkaar te komen naar een soort kennisinstituut. Ja? Die onafhankelijk informatie verstrekt. Want er wordt niemand meer vertrouwd in deze discussie. Windenergie.nl. Ja, je kunt het daar wel opzetten. Soms af en toe krijg ik een tweetje over, kijk daar. En vervolgens zeggen van ja, maar die is 2 jaar geleden toch bij de ombudsman Baksel gehaald. Wegens misleidende informatie die erop stond. Ja? En als ik het niet zeg, dan zeggen de omwonenden het wel. Ja? Dat is kennisinstituut zal ook wel een keer Baksel halen in zijn geschiedenis, Rob. Klopt. Iedereen maakt fouten. Ja, ik hoop alleen dat instituut zo recht van rug is dat hij dat dan ook eerlijk toegeeft. En op tijd. Meer aandacht voor het gezondheidsaspecten. Marianne heeft allerlei soorten onderzoeken voorgesteld die ook op laagfrequent geluid gedaan kan worden. De vraag is van hoeveel is het waard? Dat heb ik net al gezegd. Zo van hoeveel geld heb je over voor het op land neerzetten en voor de aantasting? Wat mag het kosten om het op zee neer te zetten? Ja. En onafhankelijke bewonersvertegenwoordiging, ondersteuning in het essentiële proces, maar dat zijn wij. Maar wij. Kom op.
Dan moet ik samen met de mensen doen. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Ja? Niet over de hoofden van. Dus zaken als een rijkscoördinatieregeling met een rijksinpassingsplan, met een provinciaal inpassingsplan. Nou, als we daar naar teruggrijpen, ja, en die gaan uitvoeren, ja, dan krijgen de mensen nooit mee. Dat wonen we zeker niet. Bedankt, Julian.